Oh, zo ziek als een hond. Nou, dat betekent dat je dan deze keer de boodschappen niet mee kan doen. Misschien kan ik toch... Blijf maar hier. We zullen zo snel terugkomen als we maar kunnen. Hey, ik moet naar mijn prinsessenvergadering, dus later. Yoshi. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar huis. Maar weet je, Luigi hield echt van boodschappen doen. Boodschappen zijn ook leuk, Mario. En wat als we één boodschap voor hem achterlaten? Boodschap! Hoezeer boodschappen ook heel verleidelijk is. Maar soms moet een man alsof doen om te doen wat hij echt wil. Want ik ben helemaal niet ziek. Oké. Thee klaarzetten en het boek Luigi Baart. Hey, volgens mij is het naar mij vernoemd. Ben ik drinken Luigi heten. Oké. Dus vandaag op een avondje op het woeste zee was er een kapitein die stoer, gevaarlijk en heel knap tegelijkertijd was. En die was een geweldig met zijn team en die eigenlijk allemaal zijn broers waren. Oké, jongens, morgen gaan we ons klaarmaken voor het gemonster zeebeen. Oké, nu naar bed. Wow, al het gehaar gaat je wel soms bij je keel blijven zitten. Normaal gezien, als Luigi ergens naartoe gaat, neemt hij altijd zijn vrienden mee. Maar deze keer is het iets privé. Want Luigi Baart, anders vergeet ik telkens om Luigi Baart te zeggen, had op een missie. Maar die was eigenlijk een schurk. Tja. Jij bent zo knap. Ha. Weet je? Jouw ogen zo mooi puur blauw. En jouw haren, laten we zeggen dat het gewoon door de octopus is, maar dan geel. Kus me, je kleine dwaas. Wat? Hey. Hallo. Hey, wil jij weten wat de smaak is van de dag is? Wil jij weten wat de smaak van de dag is? Nee, ik wil gewoon dat je je muziek uitzet. Die staat uit. Oh ja, mag ik dan een waterijsje? Welke maar smaak? Chocola. Dank je. Oké, weer verder met de boek. Oké, en nu gaan we zoenen. Krijg nou de... Hey, hallo! Hey, wil jij weten wat de smaak van de dag is? Nee, je bent hier net al geweest. Oh ja, ik kende me al bekend voor groene man. Later. Ga je nu verder met mijn boek? Take 3. Oké, dus ik zei hoe je uiterlijk was over de ogen. En dan je hoofd de oude voet een octopus was, maar dan geel. De kus, we gaan verder met de kus. Hey, sorry hoor, kan een man gewoon niet even relaxen omdat hij loog over zijn vriend dat hij even tijd moet blijven. Sorry, we zijn gesloten. Auw. Hey, sorry. Hey, we zijn gesloten.
la 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 la. Smaakjes van de dag. Fa la 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 la. Smaakjes van de dag. Boom! Ik ben hier genoeg van je hoed, van je gezicht en van je rare hoofd. En je rare tas, die staat scheef. Scheef, wat? Wil jij weten wat de smaak van de dag is? Ja! Doe even rustig. Ik wil alleen maar blij zijn en vriendelijkheid doorbrengen aan iedereen. Doe even normaal, man. Hier een ijshoorn. Dit. Spikkels. Sorry, gast. Ik moest het wel doen. Je gedroeg je als een echte maniak. Nu is het genoeg. Ik ben als genoeg van je gezicht, van je dag, van je puntige haar. En zet die muziek uit en donder op hier vandaan. Wacht, was ik nou niet iets te heftig voor die meneer? Nee, Luigi. Goed nadenken. Soms moet je te heftig zijn als iemand als je echt rust wil hebben. Dan moet ik even lezen. Waarom krijg ik soms die druk over wat ik hem heb aangedaan? Soms heb ik het gevoel dat ik spijt heb. Nee. Gewoon even in mijn hoofd, maar ik moet het gewoon door deze boek leeghalen. We gaan verder. De ijskommand eindelijk weg is, kunnen we eindelijk gaan zoenen. Nee, ik weiger de kus. Wat? Hoe bedoel je? Ik kan niet zomaar iemand kussen die gemeen is tegen de ijskommand. Maar op de boek staat dat we moeten zoenen. En het boeit me niet wat er op de boek staat. Oké. Dus vaarwel, Luigi Baard. Nee! Wat heb ik gedaan? Ik moet mijn excuus aanbieden tegen de ijskoman. Ijskoman! 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 Kom op! Wat heb ik nou gedaan? Ijskoman. Oh, hey Luigi. Sorry, ik luister heel veel naar deze muziek. En naar ijskoman muziek luisteren. Het is zo geweldig. Ik luister nergens anders naar. Oh. Huh? Ijskoman. Het spijt me. Dit is zo raar. Ik wist dat Mario er was. Volgens mij kan ik niet lang wensen. Ik ga je pijn doen. Ik moet je snel weg. Ik had echt geen lucht in dat water. Alsjeblieft, dat vermoord me niet. Vermoorden? Ik wil je bedanken. Wat? Wacht, wat? Ja, voor die das. Ik heb nu een nieuwe das, maar veel kleiner. Je stem is ook vreemd. Maar, ik bedoel, waarom zei je dat ik je ging vermoorden? Omdat het een grap was. Gewoon een klein grap van, ik ga je vermoorden met mijn nieuwe cadeau. Snap je die grap? Nee. Oh, het oog.
Man, je gaat echt veel grappen moeten luisteren. Nou maar, weet je, dus. Het is goed eigenlijk tussen ons. Ik bedoel, die muziek was wel best een beetje irritant. Nou, weet je. Het is goed eigenlijk. Nou, dan is het goed. Nou, dan ga ik weer naar huis, want ik ga deze boek lezen. Oeh, het boek van Luigi Baard. Ik heb die boek al lang gelezen. Luigi Baard sterft op het einde, nee. Ah, dat is echt een goede grap. Ah,